Nou, ik ben Remco Brouwer van Ingenieursbureau Oranjewoud en ik ben een van de bedenkers van de Safety Slide. De Safety Slide is eigenlijk een oplossing voor het probleem wat we zien bij stuw, hè, dat ze zo gevaarlijk zijn. En het is eigenlijk niets meer dan een drijvende plaat direct achter de stuw die de stroming opvangt. En eigenlijk de richting van de stroming verandert naar horizontaal en daarmee van de stuw af. Nou, waar we nu bij staan, dat is stuwlaag Zutem. En zoals je ziet hier hebben we te maken met een vrij hoog verval, 2,2 meter om precies te zijn. En het maakt ook onderdeel uit van een kanovaarroute. Die twee zaken gecombineerd maakt deze stuw toch eigenlijk toch wel tot een risico. We zijn hier bezig om de safety slide achter de stuw te testen op veiligheid en op ja, wat er gebeurt op het moment dat je daar met een kajak vanaf gaat of vanaf zwemt. Het verschil te laten zien in als dat ding erop zit en als hij er dus vanaf is. Als die safety slide er dus af is, krijg je een stroming die... De ene stroming komt van bovenaf, dat is eigenlijk de waterval zoals je dat kan zien. De andere stroming die gaat terug richting die waterval, waardoor je dus eigenlijk een lijn krijgt tussen die twee stromingen. Alle twee stromingen kan je niet meer tegenin zwemmen en daar blijf je dus hangen. Nou, die stromingen neem je af en toe mee onder water en op een gegeven moment dan word je moe en kan je dus onder water blijven hangen tussen die twee stromen. Ja, de safety slide bestaat dus uit een kunststofplaat, gemaakt van PE. En die zit bevestigd met stangen aan de stiel, zodat die ook met de benedenwaterstand mee kan bewegen. Want die varieert natuurlijk op veel plaatsen. Op die manier hebben we dat eigenlijk opgelost, dat die gewoon meegaat. Doordat die drijft en aan die stangen vastzit. Deze actie was erop gericht om te kijken of die inderdaad wel zo veilig is als dat wij dachten dat het zou zijn. Nou, dat is volgens ons is dat succesvol gebleken. De volgende stap is dat we gaan inventariseren welke sturen voor in aanmerking komen. Want ja, sturen die maar een klein verval hebben van, ik noem maar wat, 40 centimeter, ja, die zijn niet echt gevaarlijk. Dus daar hoef je sowieso niet toe te passen. Maar er zijn er nog meer binnen ons beheersgebied die hiervoor in aanmerking komen. En nou, daar gaan we ons over buigen samen met de beheersafdeling natuurlijk. We hebben, het is een uitvinding die wij in Nederland die hebben ontworpen. Maar we hebben inmiddels octrooi aangevraagd voor dit ontwerp. En dus ook over heel Europa. Dus dat we het binnen Europa hopelijk meer gaan toepassen. En dat wij ook de enige zijn die het mogen toepassen.